Oké. Dit gaat over Groningen. Ook echt gebeurd. Ik was een tijdje geleden in Appingedam. Daar was een hongerstakingskamp. Tegenover het gebouw van de Shell, de NAM. Centrum Veilig Wonen. En ze lieten mij daar een tekening zien. Op de muur van een klein jongetje. Het jongetje groeide op. In een kinderkamer met... Ja, dat gevaarlijk is. In een huis met scheuren in de muur. Bij ouders die jaar na jaar procederen tegen Wiebes en de NAM. U kunt begrijpen, daar wordt niet gezelliger van in dat huis. En op 28 augustus, of in de week van de laatste week van augustus, gaan ze daar gaan ze protesteren. Ze hebben het geprobeerd op de publieke tribune in Den Haag. Maar die Kamerleden waren er niet. En dan gaan ze dat anders doen. Dus als u Groningen een hart onder de riem kunt steken, dat zou mooi zijn. Mama, de grond onder Groningen beeft. Waar ons huis eerst stevig stond. Ze namen het gas van onder ons mee. Nu is het koud en onze huizen zinken met de grond. Klop op de deur van politiek. Kloppen op de deur van politiek. Klop op de deur van politiek. Want de grond onder Nederland is ziek. Mama, een ramp hangt in de lucht. Van winst uit Gronings bloed betaald. Gescheurde muur tegen mijn rug. Wat werd beloofd, moet gedaan. Klop op de deur van politiek. Kloppen op de deur van de politiek. Klop op de deur van politiek. Want het is niet Groningen, maar de grond onder Nederland is ziek. Het is niet in onze aard om te klagen. Begrijp het goed, maar je kan dit niet vertragen. Nou, dit doe je goed. Klop op de deur van politiek. Kloppen op de deur van politiek. Klop op de deur van politiek. Want de grond onder Nederland is ziek.